Valencia is de op twee na grootste stad van Spanje en is booming. Het heeft lange tijd in de schaduw gestaan van Barcelona en Madrid, maar dat is veranderd. Hier geen massatoerisme, maar het echte Spanje. Valencia, een heerlijk mediterraans klimaat, vele historische gebouwen, een schat aan musea en kunstgalerieën, prachtige pleinen en straatjes, het echte Spanje. Het centrum is vrij compact en alle bezienswaardigheden liggen op loopafstand van elkaar. En het ene gebouw is nog prachtiger dan het andere. Zeker een bezoek waard is het Ciudad de las Artes y las Ciencias, de stad van de kunsten en wetenschappen. Er staan onder meer een wetenschapsmuseum, een oceanium, een IMAX-theater en zelfs een operagebouw. Vroeger stroomde midden door de stad de rivier de Turia. Tegenwoordig ligt in deze rivierbedding een maar liefst 10 kilometer lang park, het Turiapark. De Mercado Central, een dagelijkse markt waar je je ogen uit zult kijken, ook al heb je niets nodig. De duurste winkelstraten van Valencia vind je in de wijk L'Exemple. Prachtige modezaken en mooie boutiques. Net buiten de stad ligt het strand van Valencia, wat zich kan meten met de beste stranden van Spanje. Wat is Valencia toch een superleuke stad. Mooie gebouwen, interessante musea, leuke winkels, aardige mensen, een topbestemming. Nou, mijn cameraman Kees en ik genieten nog even van een heerlijke paella. Ciao! Naar Valencia met de Jong Intra vakanties. Ruime keuze en aantrekkelijke aanbiedingen. De Jong Intra vakanties. Volgende keer weer.